Hallo jongens van YouTube, bedankt. Ja, oké. Dit is ook echt moeilijk om te ontvangen. Hallo jongens van YouTube, eindelijk bedankt dat je kijkt naar de nieuwe video. En vandaag ben ik hier weer terug. Ik ben nu hier niet alleen, ik ben hier met een klasgenoot van mij. Hallo. We hebben de vorige keer ook een challenge opgenomen. Vandaag, heb je een balletje mee? Ja. Vandaag gaan we iets heel normaal doen. Wat is bijvoorbeeld, ik ga een verhaaltje verzinnen en bijvoorbeeld het geheime woord, zo gezegd, is apenstaartje. Dus als ik zeg, bijvoorbeeld, ik was eens naar de winkel en ik zag daar mijn naam apenstaartje.com. Dan, als ik apenstaartje zeg, moet ze bukken of anders krijgt ze deze aluminiumfoliebal recht op haar rug. En gooien, hè. Dus, wie begint eerst? Laatste schaar. Laatste schaar. Yes. Fuck. Dus. Oké, zeg eerst je geheim woord. Luna. Nee. Dat is de naam. Dat is de naam van deze schatterd. Van mijn klein hondje. Oké, Luna, loop maar. Ik weet niet wat else, maar... Dus. Ik ging gaan wandelen en ik zag daar een hondje. En dat hondje had een heel mooi halsbandje. En daarop stond witte parels. Daarop stonden witte parels met daarin Luna. Ik heb gewikt. Ik heb gewikt. Ah. Ik weet niet wat ik zie. Oké, het is nu aan mij. Mijn geheim woordje is apenstaartje. Dus, een paar dagen geleden was mijn nicht naar de dierentuin. En ze was bij het hok van de apen. En die staart, dat begon echt te wapperen. Als een gek. En toen zei mijn nicht: "Goh, de apenstaartje vind ik wel nog mooi." Oh ja, ze heeft gewikt op tijd. Oké, nu moet er wel één iemand onder de aluminiumfoliebal zitten. Laatste schaar. Laatste steen schaar. Ah! Zij mag onder het aluminiumbalie. Oké, ga maar naar achter. Luna. Tegen me. Jullie kunnen het zien, ik ga echt gooien. Ze staat daar. Ik moet het tegen haar rug gooien. Oh. Maar ik heb maar één kans. Auw! Fuck, waar de bal? Ik heb echt dikke pech, want ik heb alleen maar een hemdje. Oh. Had jij dan onder een hemdje? Oké, je hebt ook geen chance. Oké, we doen een verhaal. Oké, mijn geheim woordje is hondje. Hondje? Nee. Dus ik ging... Gisteren zag ik een heel mooi eekhoorntje. En daar had ik een hoverbord gezien. En op die hoverbord stond een meisje. En dat meisje had een viool vast. En een viool. Wat een fuck? En ze keek naar een boom. En in die boom zat een hand. Ik zei hond. Ik zei niet hondje. Ah, nee, ik heb verder gelokt. Nee, ik moet onder het aluminiumbalie. Oké, je moet van achter die lijn, hè? Ja. En je mocht maar één keer gooien. Ja. Worden jullie mij zien? Schuif een klein beetje op, worden jullie mij zien? Allee, jongen! Oké. En voor even de duidelijkheid, ik kan heel veel. Ja, ik heb dus niet. Mijn geheim woord is balletje. Oké. Dus ik was aan het spelen met mijn neef en op een moment zei mijn neef: "Heb je een bal?" En ik zei: "Nee, maar ik weet wel waar de twee balletjes zijn." Ja, ze vertelde ik altijd. Nee! Ik heb balletjes. Balletjes. Ja, ik weet het. Je balletjes. Zijn balletjes.
Ik heb balletjes gezegd, niet balletjes. Deze erin. Ik heb erin geloofd. Deze is trouwens een meisje van onze klas, wist je nog? Ja. Oké, okay, jammer kunnen we niet staan. Wc-bril. Oh nee. Een bril voor de wc. Wc-bril, goed. Nee, is toch niet vuil? Nee, is niet vuil, is niet vuil. Ik ging eens naar een restaurant en in die restaurant moest ik heel dringend naar het toilet. Net als nu. Maar, nee, het is grapje. Nee. Dus ik heel dringend naar het toilet. En ik kwam net uit het toilet. En ze hadden op het wc-brilletje gepoept. Nee! Ja, ik heb hem niet gebukt. Nee. Ik dacht dat ik een wc-bril had gezocht. Haha, wc-brilletje. Nee, helemaal achter. Ja. Waarom niet? Luna, jij bent een lieve schat. En trouwens, voor de duidelijkheid, ik heb een onzichtbaar schild. Die mij beschermt tegen gevaar. En oké, jongens en meisjes, voor YouTube denk ik naar deze video. Dat zeg ik niet. Schaamtelijk. Oké, jongens en meisjes, bedankt dat je kijkt naar deze video. Ik hoop dat jullie een dikke like geven. En abonneer me. Doei. Tot de volgende keer. Maar dan ook. Snel weer. Ik weet niet wat dat was.